Hey, leuk dat je luistert naar de Kat Cool No podcast. In deze podcastserie staat altijd de vraag, wat maakt jou rijk centraal? Waar krijg je energie van? Wat is jouw goud? En hoe ga je daarmee de wereld verrijken? Ik interview inspirerende, ambitieuze, creatieve ondernemers. En ik deel mijn gedachtenkronkels met je over rijkdom in de brede zin van het woord. Heel veel luisterplezier bij de Kat Cool No podcast. Allemaal welkom bij een nieuwe aflevering van de Kat Cool No podcast. En vandaag heb ik weer een hele toffe gast, namelijk Annemarie Timmermans. Hey Annemarie, welkom. Dankjewel Kat, hartstikke leuk om hier te zijn. Ja, ik vind het heel tof om jou te zien. We hebben elkaar lang geleden, inmiddels alweer best lang geleden, ontmoet. Volgens mij bij een workshop of zo die ik gaf. Jij was heel enthousiast om in deze podcast te verschijnen en ik ben heel erg benieuwd naar jouw verhaal natuurlijk. Maar we starten even met, wat doe jij nou zoal in het leven waarvoor je blij van? Vertel eens. Wat doe ik zoal in het leven? Nou, eigenlijk spreek ik en schrijf ik. Dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste dingen. En ik luister. En hoe heet het? Dus ik, in feite geef ik workshops. Lezingen, af en toe nog een training. Ik heb 2 boeken geschreven, Geef Veiligheid Wortels. En eind januari komt mijn 2e boek uit in 10 stappen verbindend adviseren. Ik schrijf voor Femke Fataal, schrijf ik columns. Doe ik ook nog dingen daarnaast, gewoon privé. Daar heb ik af en toe, daar maak ik nog tijd voor. Ik vind tuinieren heel leuk. En het met vrienden omgaan. Lekker koken voor ze. Koken voor mijn kinderen. Af en toe. En ik probeer natuurlijk net als iedereen ook in de coronatijd er het beste van te maken. Dus, ja. En dat lukt volgens mij best goed. Want je 2e boek is uit. Wat tof. Je geeft lezingen. En Femke Fataal, dat zegt mij niks. Vertel eens eventjes, wat is dat? Femke Fataal is een... Fataal. Site. Ja, maakt niet uit. Maakt wel een beetje uit, maar is goed. Maak allemaal fouten. Dat is ook een van de thema's trouwens in mijn werk. Weet je wel, niets menselijks is ons vreemd. Dus iedereen maakt fouten. Gaat af en toe de bietenbrug op, gaat op zijn bek en noem maar op. Het centrale thema in mijn werk is veilig voelen en veilig zijn. En dat is het eigenlijk altijd al geweest, maar een aantal jaren geleden heb ik iets behoorlijk naars meegemaakt. Wederom, maar dit was echt nog wel een stap naarder dan ik vroeger heb meegemaakt. Dat had te maken met stalking en ex-partnergeweld. En vorig jaar werd ik benaderd door Jolanda van der Graaf. En zij is voormalig misdaadjournaliste van de Telegraaf. Is meer dan 23 jaar gewerkt. En ik volgde haar al op LinkedIn, had er gereageerd. En toen mailde ze me en vroeg ze of ik columns wilde gaan schrijven voor haar. Juist vanuit het aspect en slachtoffer zijn. Ja, weet je, ik vind dat een lastig woord om te zeggen, slachtoffer. Want ik ben een slachtoffer, maar ik voel me geen slachtoffer. En dat ik dus ook nog veiligheidskundige ben. Dus dat ik iemand ben die inmiddels al meer dan 30 jaar bezig is met veiligheid op het werk. En denken over risico's en denken over veiligheid. Oké. En dus eigenlijk veiligheid in de brede zin van het woord. Want dan heb je het bij veiligheid op het werk natuurlijk ook over gewoon praktische zaken van... dingen die er stuk kunnen gaan of ongelukken die er kunnen gebeuren? Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie je helemaal niet verkeerd. Echt exact 34 jaar geleden dat ik met de veiligheidskunde in aanraking kwam. Als uitzendkracht op een chemisch bedrijf. En bij de afdeling veiligheid. En dat gaat inderdaad heel erg over, zeg maar, de harde kant van veiligheid. Fysieke gevaren, fysische gevaren, mensen die fouten maken enzovoort. En dat gaat ook heel veel over wet en regelgeving, over maatregelen, procedures, goede voorschriften, trainingen. Maar dan echt specifiek op
hoe werk je nou veilig? En in de loop der jaren, ja, eigenlijk is dat zo. Nee, eigenlijk van begin af aan is mijn focus al heel veel op het gedrag geweest, op de zachte kant van veiligheid. Omdat ik een achtergrond heb als sociaal-cultureel werkster. Dus ik ben eigenlijk altijd al met gedrag bezig geweest. En bij dat bedrijf waar ik dus aan de slag ging, als uitzendkracht, daar waren ze mij gevraagd om de incidenten van het voorgaande jaar in een database te stoppen. En toen moest ik die rapporten gaan lezen, die incidentenrapporten, en de oorzaak en gevolg. En toen had ik al heel snel in de gaten, hé, dit gaat heel erg over niet alleen techniek, maar dit gaat ook over de mensen. En ik was op dat moment op zoek naar iets op dat grensvlak van mens en techniek. Maar ja, weet je, eind jaren 80, geen idee, weet je wel. Het was nog een hele technische wereld, zullen we maar zeggen. En, maar ik zag dat daar en ik ben al heel snel gaan praten met mijn collega's daar. Ja, wat is dat voor vak? En kan ik dat ook worden? En wat moet je daarvoor doen? En die zagen mijn interesse en namen me mee de fabriek in. Ja, ik heb al heel snel besloten dat ik me ging omscholen. Dat heb ik ook gedaan. En ik heb daar stage gelopen. Ik heb daar mijn eerste, in een half jaar werd ik aangenomen daar als externe consultant. Ja, veiligheidskundige in opleiding eigenlijk nog steeds. Door mijn baas Theo Linsen. Die het gewoon heel erg fijn vond en nuttig vond dat ik dus die sociale achtergrond had. Dat is ook wel echt een hele mooie combinatie. En het is inderdaad ook, veiligheid zit ook natuurlijk in je hoofd. Van voel, soms kan iets, zeg maar, misschien best veilig zijn, maar kan je toch er angst voor voelen bijvoorbeeld. Dus ik kan me voorstellen dat het heeft heel veel lagen, zeg maar. Ja. En je kan het op heel veel situaties kan je het inzetten natuurlijk, die kennis die je hebt en ook die ervaring die je natuurlijk zelf dan hebt. Als ervaringsdeskundige is het natuurlijk nog weer een extra dimensie aan. Het is natuurlijk heel vervelend dat als je iets meemaakt, maar tegelijkertijd het cadeautje, wat ik dan altijd erin zie, is wel dat je natuurlijk als geen ander in iemands schoenen kan verplaatsen en kan voelen van, oh jee, ja, nee, maar dit is wat dat echt met je doet. En want dat kan je allemaal in boekjes lezen en je kan er natuurlijk wel verhalen over horen, maar het is toch nog wel iets anders als je er zelf in zit, als je het meemaakt. En ik kan me voorstellen dat jouw goud, om het zo maar even te zeggen, wel nog groter maakt eigenlijk. Hoewel het natuurlijk je het niet gunt dat je dat meemaakt, maar ja, je hebt wel, als ik het zo hoor, dan klinkt het alsof je er wel echt iets mee gedaan hebt wat voor heel veel mensen van enorme waarde kan zijn. En dat is natuurlijk dan... Nou, dankjewel. Ook wel mooi. Dat is inderdaad een stukje van mijn goud. Maar dat begon ook, het begon eigenlijk al op mijn tiende. Want toen brak ik mijn arm en toen werd er een verkeerde diagnose gesteld. Door onzekerheid. Dat zag ik gewoon gebeuren. Ik was al een heel beschouwend meisje, als tienjarige, eigenlijk al als peuter was ik al heel beschouwend. En ik zag dat gebeuren, dat door onzekerheid en door groepsdynamica, dat er dus een fout... Nou ja, nu weet ik dat het een fout was, toen niet natuurlijk. Maar daardoor heb ik verschillende armen. Ik heb dus een handicap opgelopen daardoor. En 5 jaar lang daarmee in ziekenhuizen rondgelopen, therapie, operaties... Veel gepest, weet je, moeten leren leven met een handicap enzovoorts. Dus dat gaf mij, terugkijkende, heeft dat ook, was dat al een hele grote basis van mijn gedachten, mijn visie over veiligheid. En wat veilig zijn. Yes. Yeah. En die periode 2012-2013, dat ik dus te maken kreeg met stalking en partnergeweld. Ja, dat in die periode daarna, nadat ik aangevallen ben, toen heb ik een periode gehad dat ik even echt gewoon tot weinig in staat was. Niet zozeer fysiek, ik had mijn arm gebroken en ik had een gat in mijn hoofd. Verder viel het gelukkig mee. Maar met name, je wereld zit op zijn kop en dan ga je... En dan heb je dus eigenlijk, het lukte bijna niet om te werken in die tijd en dan ga je veel nadenken. En overwegen van wat is er nou allemaal gebeurd. En je kijkt ook terug naar andere dingen in je leven. En
En toen kwam bij mij eigenlijk een nog dieper besef dat wie zich veilig voelt, alles durft. En dat dat dus ook twee kanten uitwerkt, ook op het gebied van veilig werken, maar eigenlijk in alles in het leven. Kijk, als jij je veilig voelt en je durft dan inderdaad een heleboel dingen, dat wil niet zeggen dat je veilig bent. En als je ook kijkt naar heel veel, hè, als ik kijk naar mijn traditionele vakgebieden, veiligheidskunde, zeg maar, veilig arbo, ongelukken en ongezondheid op het werk, dan zie je ook heel vaak dat mensen zich vermeend veilig voelen. Om allerlei redenen. En daardoor soms grotere risico's nemen dan dat ze eigenlijk, dan het eigenlijk gerechtvaardigd is. Ja, ja en het is, ja, soms is het ook gewoon een soort van gut feeling wat je hebt, wat jij waarschijnlijk als 10-jarige ook gehad hebt, van ja, er klopt iets niet. Je weet er nou misschien geen naam aan te geven, of je weet niet voor jezelf op te komen, maar je weet wel, er is iets niet oké. En dat is natuurlijk ook een vorm van onveiligheid, wat veel mensen ook onzekerheid noemen. Maar dat is natuurlijk een beetje, ja, dat is best wel lastig aan dat soort situaties. En ik kan me ook voorstellen dat, want veiligheid is volgens mij, of zekerheid, dat is een van de 6 basisbehoeften, toch? Ja, dat klopt. In die piramide van, wat is het, Maslow? Ik heb echt heel veel gelezen en bestudeerd en noem maar op, maar ik ben slecht in namen onthouden en zo. Oh ja, nee, maar, van Tony Robbins. Nee, het gaat nog veel verder dan Tony. Maar dat maakt niet uit. Veilig voelen is natuurlijk zeker een hele belangrijke basisbehoefte. Maar wat jij zegt over die gut feeling, je instinct, zeg maar, je intuïtie, je onderbuikgevoel of hoe je het ook noemt. Eigenlijk is dat in heel veel gevallen wel de beste raadgever. Alleen, we negeren hem vaak. Ja. We praten eroverheen. We verzinnen allerlei redenen om het goed te praten. Om toch te rechtvaardigen dat we dan iets doen. En dat doen we deels bewust en deels onbewust. Maar dat luisteren naar dat stemmetje van, zou het kloppen? Ja, dat is, als je het hebt over goud. Dan kun ik eigenlijk iedereen dat die op het moment dat hij denkt van dat er een gedachte in hem opkomt van klopt het? Dat iedereen dan even een time-out neemt om het na te gaan of het klopt. Ja, ik denk dat ook een beetje een kwestie is van ervaring hebben daarmee. Dus als je het vaker hebt gehad, weet je wel, als je vaker je gut feeling hebt genegeerd, dan weet je van oké, hij werkt dus. En als hij weet dat hij werkt, dan weet je ook, hij komt weer. Oh, dan moet ik er iets mee. Het is ook een beetje, dat is bij mijzelf, door schade en schande. Dat je gewoon op een gegeven moment weet van, een van de mooiste dingen van lastige ervaringen in je leven krijgen, is dat je weet van, dat deed het gewoon, alleen ik heb het genegeerd. En dat vind ik dan wel weer ook weer iets moois eraan. Maar goed, ja, soms denk je, jeetje, waarom moet ik het allemaal meemaken? Maar goed, ja. Ja, omdat iedereen toch eigen fouten, zijn of haar eigen fouten moet maken. Ja. Je kan, dat zie je natuurlijk in opvoeding ook, weet je kan alles, je kan het zo goed mogelijk voorleven. Maar sommige dingen, ja, die komen pas echt binnen als je gewoon zelf op je bek bent gegaan. Want dan weet je het zeker. Weet je het zeker. Ja. En dat is ook, daarom zijn trainingen, weet je, of dingen leren, uit een boekje leren je kunt heel veel uit een boekje leren. Echt waar, je kunt er echt inzicht uit opdoen, maar uiteindelijk is het ook gewoon het doen en ontdekken, zelf ontdekken hoe dat voor jou werkt. Ja, absoluut. En dat gaat helemaal niet over regels, weet je wel, de regels kunnen daar, die hebben maar een klein stukje daarvan. Ja, en je kan het dus ook niet allemaal. Je kan het dus ook niet allemaal voorkomen. Maar er zijn natuurlijk wel dingen die je wel kan doen. Dat is natuurlijk wel. Maar goed, ja. Hé, wat interessant. Nou ja, mooi thema inderdaad. En ook een zo breed thema dat je er een heel uur over kan praten. Maar ik wil het ook nog even met je over andere dingen hebben. Je hebt in ieder geval, wat ik zo hoor, behoorlijk wat levenservaring. Nou, we hebben achter de vraag van wat is je goud al een stukje beantwoord. Deze podcast gaat over rijkdom. Ja, de mooie dingen die je hebt geleerd in je leven, de inzichten, soms ook harde lessen.
dat kun je meenemen en kun je weer doorgeven aan anderen. Zo zie ik dat. Ja. En dat noem ik je goud. Ja, rijkdom of je goud, dat heeft ook met geld te maken. En ja, vaak hebben we daar ook dingen over geleerd in ons verleden. En ik ben nieuwsgierig naar, wat heb jij van huis uit meegekregen over geld? Wel een paar dingen uiteraard, zoals de meeste mensen dat wel meegekregen zullen hebben. Maar een hele belangrijke is geen geld uitgeven wat je niet hebt. En dat is best een handige. Ja, we hebben ook wel, er waren ook wel dingen die we niet konden doen. Ik wilde op pianoles, maar we waren met 4 kinderen thuis. En ik was de oudste. En ja, ze hadden gewoon een afspraak gemaakt. Je mag 2 dingetjes doen of zo. En ja, pianoles was gewoon niet in vragen. Dat accepteerden we overigens wel hoor, want er kon namelijk een heleboel wel bij ons. Heel mooi moment heb ik gehad toen ik na mijn studie heb ik eerst een paar jaar in Nijmegen, waar ik ook gestudeerd heb, gewerkt. Die baan hield op, omdat subsidie ophield, als in het sociaal-cultureel werk. En toen wilde ik eigenlijk terug verhuizen naar het eiland Tholen. Maar ja, als je natuurlijk een uitkering hebt, dan is dat best een dingetje om dan te gaan verhuizen. En toen was ik bij mijn ouders ik was met mijn vader aan het afwassen. En ik vertelde dat zo. En ik heb er eigenlijk geen geld voor. En toen zei hij van, als jij wil verhuizen, dan gaan we dat gewoon regelen. Geld moet daar geen obstakel voor zijn. En dat vond ik ook eigenlijk een hele mooie. Dat als je echt iets wil, dat je dan ook gewoon een weg vindt, zeg maar, daarin. Dus, En ook hulp dus bij krijgt, misschien wel uit onverwachte hoek. Ja, precies. Ik heb gewoon, ze hebben me wat geld geleend, zodat ik een huisje in kon richten. Leuk. Als jij... meeste mensen nemen wel ook wat dingen uit hun verleden over geld mee naar de toekomst. Nou, wat je zegt van, als je het niet hebt, kan je het niet uitgeven. Dat is ook een veilige manier van met geld omgaan. Dat is wel grappig, moest ik aan denken. Maar als je geld hebt, waar geef je het dan graag aan uit? Wat vind je belangrijk? Plantjes. Tuindingen. Ik ben gek op tuinieren, dus daar geef ik aardig wat geld aan uit. Boeken. ik heb mezelf een moment op rantsoen gezet. En ik investeer heel veel in mijn bedrijf. In dingen waar ik niet zo goed in ben, uitbesteden. Dat vind ik ook een vorm van uitgeven die de moeite loont. Maar ook beter worden. Dus dingen blijven leren. Het ondernemersgen, dat heb ik flink moeten aanwakkeren, zeg maar. Dat komt uit het sociaal-cultureel werk, waar geld geen rol speelt, zeg maar. Of tenminste, ja, dus een heel andere perceptie van geld. Dus ik heb dat ondernemer zijn echt flink moeten aanwakkeren. En daar heb ik ook wel in geïnvesteerd, zeg maar. Ja, kleding, ja, als het moet, weet je wel. Ik heb niet zo heel veel met kleding. En dingen om te genieten. En ook waar ik ook geld aan uitgeef. Ik heb natuurlijk voor een deel te maken gehad met, als je trainingen en lezingen geeft, is het een best wel een uitdagende tijd geweest natuurlijk. Maar goed, weet je, dat komt wel goed, weet je. Dat komt altijd weer goed. En zo niet dan toch. Maar dat betekent ook dat normaal dan... dat doe ik ook mezelf laten... Mijn rug en mijn schouders laten masseren. Daar heb ik snel last van. Ook door 2 verschillende armen. En het vele achter de computer zitten. En trainingen, zeg maar, bieden van persoonlijke ontwikkeling. Dat soort zaken. Daar geef ik ook graag geld aan uit. Ja, mooi. Ja, dus eigenlijk voor het grootste deel gewoon allemaal investeringen, toch? Als ik het zo hoor. Eigenlijk wel. Ja, precies. Ik weet niet of jou dat zou overkomen, maar stel dat.
je nog maar één tientje hebt. Wat zou je daar dan mee doen? Ja, die vraag die zag ik natuurlijk staan. En toen dacht ik, oh, een tientje. Dat is wel heel erg weinig. Dat is het ook. Paniek in de tent. Ik heb echt even bij stilgestaan. Ik denk, jeetje, want hoe zou dat nou zijn als ik echt alleen nog maar een tientje had? Nou, ik weet het eigenlijk niet wat ik dan zou doen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Maar mezelf kennende, denk dat ik wel een weg zou vinden om daar weer meer van te maken. En hoe, dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, er zijn natuurlijk, we wonen in Nederland. En er is altijd nog een vangnet. Dus omkomen van de honger hoef je volgens mij niet in Nederland. Wonen, ja, als je echt, ja, weet je, als je al een huis hebt, nou ja, dan minder stoken of zo, een tijdje niet stoken. Ik weet het niet. Het zou allemaal, ik kan me eigenlijk ook niet voorstellen dat me dat ooit overkomt. Nee, nou, good for you. Het is wel grappig. Ik heb het wel eens meegemaakt. Maar het is wel grappig dat inderdaad... Er zijn ook heel veel mensen die zeggen... Oh ja, dan ga ik meteen iets doen. Want dan maak ik er honderd van, weet je wel. Dus dat hele erge ondernemersgeest. Dat je meteen een creatieve oplossing hebt. En anderen zeggen inderdaad... Ik vertrouw bijvoorbeeld nu tegenwoordig dan gewoon op dat... Oh, dan komt het wel weer goed. Want dan komt het altijd goed. Dus, maar ja, sommige mensen die denken, ja, dat gaat mij nooit overkomen. Dat is ook een interessante. Dus ja, ik vind dat het wel een grappige vraag. En inderdaad, ik vind dat het best wel veel zegt over wie je... En als je een tientje vindt, wat dan? Als ik een tientje vind? Ja, op straat, gewoon zo. Op straat, dan ga ik het niet aan... Het tientje ga ik niet aangeven bij de politie. Als ik een portemonnee zou vinden met 100 euro of zo, 50 euro, dan mijn tientje. Dat je gewoon zo op straat vindt zonder... Niemand in, weet je wel. Die neem ik wel gewoon in. En dan koop ik daar bloemen voor of zo. Of iets wat ik mezelf anders niet zo snel gun, zeg maar. Dus als een cadeautje, als het ware. En Annemarie, als nou, zeg maar, het geld gewoon uit jouw kraan zou komen. Hè? Echt waar. En het had gewoon niet op. Het is gewoon oneindig. Hoe zou jouw leven er dan uitzien? Zou het er anders uitzien? Dan zou ik ergens op een hele mooie, rustige plek wonen, een soort gehuchtje. Met veel natuur, een leuke tuin erbij. Want ik heb nu een volkstuin op afstand. En dan zou ik heel veel uitbesteden waar ik zelf niet goed in ben. En vooral heel veel dingen wel doen waar ik goed in ben. En ik zou proberen een betere balans te krijgen tussen werken en privé. Dus stiekem werk ik best wel veel. De balans is dan wel eens zoek, zeg maar. Zou je wat vrije tijd kopen eigenlijk, als het ware? Ook voor datgene gaan wat ik echt belangrijk vind om te doen in het leven, om een missie. Ik zou waarschijnlijk meer dagen bij de tuinen van Appeltern aanwezig zijn om daar te gidsen. Dus, oh, oké. Okay. Ja, ook andere dingen doen, gewoon vrijwilligerswerk. Leuk. Hey, we hebben het er al een beetje over gehad, maar wat maakt jou nou rijk? Dus waar word je blij van? Wat maakt jou nou echt gelukkig? Gevoel van verbondenheid met lieve mensen om mij. Dat is één ding. Als ik in mezelf kijk, dan wat mij rijk maakt, dat is dat ik ondanks alle dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt, dat is in totaliteit best wel veel, dat ik nog steeds durf te kiezen voor het ongewisse. En dus niet die veilige weg zoek. En durf te gaan staan voor waar ik in geloof. Ik schrijf er ook over in mijn tweede boek. Ik heb een bepaalde visie over veiligheid. En dat betekent dat ik een heleboel aanbedingen gewoon niet eens heb opgevolgd. Nee tegen heb gezegd. Omdat...
ik daar niet in geloof. Omdat ik er niet in geloof dat ik op die manier van werken, ja, dat het gaat werken. En dan krijg ik nog wel eens te horen van, oh ja, dan had je het zeker niet nodig. Of dan kon je zeker, dan heb je zeker geen hypotheek. En er zijn echt, ik heb een hypotheek. En ja, er zijn echt wel momenten geweest, zeker na die aanval. En ook natuurlijk 2020 met die coronaperiode, alles wegviel. Dat er natuurlijk een moment komt dat je zegt van, oeps, dat wel meer dan een tientje. Maar dat je denkt van, nou weet je, het gaat toch wel heel erg rap naar beneden. En ja, en dan nog, ik kan dat gewoon niet. En dus dat vind ik ook rijkdom, dat ik daar ervoor durf te gaan. En ik zeg ook echt al jaren dat als het me niet meer zou lukken om dan op mijn manier in de veiligheid bezig te zijn, professioneel, dat ik dan nog liever achter de kassa bij de Albert Heijn ga zitten, bij wijze van spreken. Oké, helder. Ja. Nou ja, dat is wel mooi dat je gewoon echt heel duidelijk voelt van ja, dit is mijn missie en zo wil ik hem brengen en dit is belangrijk en ik ga niet mijn ziel verkopen aan de duivel door dingen te verkondigen waar ik het pertinent niet mee eens ben. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, maakt het niet altijd makkelijk. Ja, en dat maakt dat ik dat dus, dat lukt. Hè? En dat... En ja, goed, mijn boek heb ik net, mijn eerste boek heb ik natuurlijk geschreven. Mijn tweede boek is dan voor professionals met name. Het eerste is met name voor bedrijven, alhoewel professionals daar ook heel veel inspiratie uit halen, hoor ik steeds. Maar dat heeft er wel voor gezorgd dat het dus ook makkelijker lukt. En dat geeft een heel rijk gevoel. Ja. En in welk opzicht verschilt jouw visie? Gelukkig is er al een aantal jaren een kentering gaande in de veiligheidswereld en in de arbo-wereld. Er is gelukkig steeds meer aandacht gekomen voor gedrag. Vroeger werd natuurlijk alles vanuit regels opgelost, hè? Techniek en regels. En goede techniek is heel belangrijk. En zinvolle regels zijn ook echt wel handig, zeg maar. Hè? Goede afspraken maken met elkaar. Maar er zijn ook, wat er in de loop der tijd ontstaan is zijn gewoon ellenlange procedures, waar de gemiddelde mensen die ermee moeten aan de, voor wie ze bedoeld zijn, de mensen die er echt mee met dingen aan het werk moeten, dat die het vaak niet kunnen lezen of niet kunnen begrijpen. Moeilijke taal, als het dan. Dus ik ben. Ik hou van eenvoudige systemen. Ik denk dat eenvoudige regels, eenvoudige systemen, manieren van doen, dat die veel beter werken dan al die regels, al die management systemen, al die audits enzovoorts. En er is dan nu een veiligheidsladder. Is een aantal jaren geleden al ontwikkeld door ProRail. En daar zitten heel veel goede dingen in op zich. En wat je de bouwsector die heeft dat overgenomen. En is dat verplicht gaan stellen voor alle kleine ondernemers die bij hen zeg maar werk aannemen. En daar geloof ik dus niet in. Want dan, wat je dan krijgt is dat er een... dat zie je ook gebeuren. Dat dan dingen... zeg maar mooier gemaakt worden dan dat ze in werkelijkheid zijn. En ik ben van het gewoon naar de rauwe werkelijkheid kijken. Durf nou maar gewoon te zien en te erkennen van dit doen we wel en dit doen we niet. En dit hebben we wel goed, dit hebben we niet goed. En van daaruit kijken hoe je zeg maar verder kunt groeien. Die veiligheidslab bestaat uit verschillende treden. Treden 3 is het minimale, maar voor risico treden 4. En dat gaat tot treden 5. Nou ja, goed. Ik heb daar echt heel veel moeite mee hoe dat afgedwongen wordt. En ik zie ook om me heen gebeuren dat. En dat hoor ik ook van mensen in bedrijven. Dat het heel veel window dressing is. En tegelijkertijd zie je natuurlijk ook wel dat al die aandacht er wel op een gegeven moment zorgt dat veiligheid wel groeit. Alleen wat het lastige is van veilig werken. Is dat er hoeft maar één, soms maar één iemand een foutje te maken, onbewust. En dan kun je al een onveilige situatie krijgen. En
er lijkt wel een soort, ja, soort gedachte rond te waren dat 100%, zero accidents wordt er dan gezegd. Hè? En ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Dus ja, maar wil jij dan wel dat er ongevallen gebeuren? Nee, natuurlijk wil ik niet dat er ongevallen gebeuren. Ik denk dat we gewoon omstandigheden moeten creëren waar iedereen zich zo goed mogelijk bij voelt en zo goed mogelijk de spullen bij heeft. En het durft te zeggen als het niet veilig voelt of als het niet veilig is, dat zijn of haar uitvoerder of projectleider of directeur op dat moment ook durft te zeggen van, oh ja, laten we eerst eens even een time-out nemen, kijken of het goed is en dan weer aan de slag gaan. Dat stukje, dat los je niet op met regels. Dat zit in wat er tussen de oren van de mensen gebeurt. Op alle lagen in het bedrijf. Een inkoper die veel te veel werk inkoopt. Of een planner die te veel zaken op elkaar plant. Te weinig tijd inplant voor, ik noem maar iets, het opbouwen van een veilige stijger. Zo heeft iedereen een rol in dat hele spel. Ja, helder. En met bureaucratie ga je dan niet veiliger maken. Nee, dat snap ik. Nee. Het gaat veel meer over communicatie. En daar sta ik dus al jaren voor. En ik ben heel blij dat steeds meer mensen daarvoor gaan staan. Ja, ja, want ik ben eigenlijk is het logisch hè, dat je denkt van waarom niet eigenlijk. Maar ja, goed, blijkbaar. Ja. Het is allemaal oud. Het zijn natuurlijk ook organisaties die... soms wat stug en log zijn. Verandering heeft soms wat tijd nodig. Dat is het. Verandering heeft tijd nodig. En als je de lat in één keer te hoog legt, ja, dan vallen de mensen van de wagen af, zeg maar. Zo. Ja. Ja, nou, mooie missie. Inspirerend ook. Dat is mijn bruggetje naar de volgende vraag. Namelijk, wat inspireert jou? Als het gaat over boeken bijvoorbeeld, wat is jouw favoriete boek en waarom? Het is wel lastig, weet ik, één boek. Ja. Kijk, als jij zo'n boekenfan bent. Maar toch. Ja, ik ben wel heel erg gecharmeerd van Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Ik vind het echt fascinerend als je dat boek leest. Hè? Dat is een eeuw geleden ongeveer geschreven. En als je dat leest, dan denk je, jeetje, wat een actualiteit zit daarin. Maar eigenlijk is dat ook niet gek. Want ja, weet je, wij mensen veranderen helemaal niet zo snel diep van binnen. Maar wat ik ook heel erg mooi vind, is dat hij het ook heeft over intuïtie. En ook over vrouwelijke en mannelijke energieën. En dat vind ik echt fascinerend. Want dan denk ik, goh, weet je, dat hebben wij in mijn tijd, dat ik jong was. En trouwens ook nu. Wordt bijna niet over gesproken. Dus dat vind ik wel heel erg mooi. Er zijn zoveel boeken die ik gelezen heb. Die indruk hebben gemaakt op me. Een roman waar ik gewoon echt al. Die ik gewoon meerdere keren heb gelezen. Is Zout op mijn huid van Benoît Groen. Een Franse schrijfster. Een heel feministische schrijfster. Ze is een aantal jaren geleden overleden, of 92 jaar oud of zo. Dat is een fascinerende roman over bijzondere relaties en over vrij mens zijn en zo. Vanuit Breton en Bretagne en Parijs zo die achtergrond geschreven. Mooi. Ja. Heb je er nog meer? Oh, ging je er nog meer noemen? Ik heb hem hier staan. Hallo meneer God van Finn. Hallo meneer God met Anna. Het is een Anna's boek. Ja, dat is al helemaal verkleurd en heeft allemaal vlekken en zo gekregen. Moet je horen hoe dat op de achterkant al staat. Het verschil tussen een mens en een engel is heel gemakkelijk. Bij een engel zit het meeste aan de binnenkant en bij een mens aan de buitenkant. Dit zijn de woorden van de 6-jarige Anna, soms ook muisje, zoemzoem of pretvogeltje genoemd. Het is echt een fascinerend boek geschreven over een meisje die nog geen 8 was toen ze uit een boom viel en doodging. En het is echt, ja, prachtig. Ik ken het wel van titel inderdaad. Ja. 1974 is het uitgekomen voor het eerst.
Wauw. Ja. Ja, classic. Classic. Ja. Hey, en inspiratie op ander gebied. Heb jij een persoon die jou bijvoorbeeld heel erg inspireert? Ook weer meerdere. Ja, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey heb ik heel erg gevolgd. Zeker in de tijd dat ik in het buitenland woonde, niet werkte. Een aantal jaren. En het is een heel inspirerende vrouw, vind ik dat. Marcus Lemonis, hij is van The Prophet. Op RTLZ is die regelmatig te zien. Dat is een ondernemer. Echt een entrepreneur die het ook niet cadeau heeft gekregen, maar heel succesvol is geworden en investeerder is geworden in met name de kleinere bedrijven die worstelen en die ze dan meehelpt om op een goede manier te leren opnieuw succesvol te worden. En Gordon Ramsay, ik kijk heel graag naar Gordon. Ja, ik vind Gordon Ramsay ook zo iemand, hè, die gewoon vanuit niets en vanuit heel veel tegenslag gewoon opgeworsteld is. En af en toe is hij wel ontzettend grof gebekt. Maar ja, hart van goud. En die heeft ook echt maar één doel, het beste halen uit andere mensen. Ja, en hoe heet het? Hier in de regio is een ondernemer, Dick Stegeman van iHomer. En dat vind ik ook, die heeft ook een heel bijzonder manier van zijn bedrijfsvoering. En die beslissen allemaal mee. Iedereen die daar werkt, beslist mee. En dat is een heel fijn, man. Ook een hij doet ook als soort vrijwilligerswerk doet hij op business ondernemers. Coaching voor ondernemers. En hele goede gast. Ja. Zijn manier van zijn rust en zijn denken, dat inspireert mij ook. Maar er zijn zoveel mensen die mij inspireren. Ja, het houdt niet op eigenlijk, toch? Nee, nou ja, maar goed, ik vind het wel grappig, want je noemt dan toch, ja, heel veel mensen noemen Oprah Winfrey. Maar ik vind het dan ook wel grappig, inderdaad, zo'n namen die ik nog nooit gehoord heb. En dat ik denk van, oh interessant. Nou ja, dus dat is voor de luisteraars ook altijd leuk. En ik vind het altijd leuk om te horen waarom je iemand dan inspirerend vindt. Dus dat vind ik ook grappig. Dat zegt namelijk ook natuurlijk weer iets over jou. Ja. Hey, Annemarie, als je jou echt zou kennen, ja, dus beantwoord die vraag, hè? Als je mij echt zou kennen, zou je weten dat? Ja, dat ik, naast dat ik die hele, die sterke vrouw ben, die van alles en nog wat onderneemt en doet enzovoort, dat er ook nog steeds een onzeker meisje in mij zit, dat af en toe heel erg de best doet om op de voorgrond te treden. En dat weet je dan ook. Dat zit in iedereen toch? Het zit in iedereen. Ja, het zit in iedereen. En hoe heet het? Ik heb natuurlijk na die aanval heb ik echt enorm moeten knokken om weer zeg maar voldoende zelfvertrouwen te krijgen. De wereld weer in te durven gaan. Want ja, als je op internet ook gestalkt wordt en dergelijke, ik heb me echt hele tijd afgesloten, zeg maar, van internet. En ja, ik heb best wel daarvoor moeten knokken. En dat is best wel, dat is aardig gelukt. En soms kom je even weer terug bij dat oude gevoel van oei. Ja, maar goed, weet je, ik bedoel, zo werkt het toch ook eigenlijk wel een beetje in het leven. Je moet dat bouwen. En af en toe brokkelt er even een klein dingetje af door, maakt niet uit waardoor eigenlijk. Dat gebeurt gewoon. En dat je dan elke keer, het gaat natuurlijk om één keer vaker opstaan. Absoluut. En dan toch wel weer adem in, adem uit en doorgaan. Ja. En dan op een gegeven moment kom je op een soort, dan is die fundering zo stabiel of zo. En dan... Ja, je hebt bewijzen nodig van, ik mag out there zijn. Ik kan me laten zien, er gebeurt niks. En dan op een gegeven moment, dan komt dat vertrouwen natuurlijk weer terug. En het is gewoon heel simpel. Natuurlijk, uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon jezelf meer gunnen. Dus dat je ook inderdaad zegt van, ja, weet je, whatever andere mensen allemaal ervan vinden.
Ik moet gewoon, ik heb deze missie en ik doe het voor die mensen die het ook, die dat willen aanpakken. En alle mensen die er iets anders van vinden, ja, whatever. Ja. Talk to the head, because the face ain't listening. Weet je wel, dat gevoel. Ja. Weet je, dat is best toch wel natuurlijk altijd een procesje waar je even doorheen moet. Zeker. Maar het heeft ook weer tijd nodig. En dan, Weet je, ik leef inmiddels ruim 48 jaar, 58 jaar op deze aardkloot. En ik moet er. En dan, weet je, eigenlijk heb ik me nooit tegen laten houden. Weet je wel? Ik heb altijd, hoe dan ook, weet je wel, ik vind een weg. En dat anderen dan misschien sneller gaan, of een andere weg pakken die misschien wat efficiënter is. Of, weet je, dit is dus blijkbaar mijn pad. En dus ik ga wel door. En het is inderdaad precies wat je zegt. Altijd weer een keer meer opstaan dan dat je valt. En ik geloof er heel erg in dat er, zolang je leeft, heb je kansen dat er een, tenzij je dement wordt of zo, weet je wel, of echt vreselijk ziek wordt, waardoor je gewoon, niks meer kan. Dat kan, hè. Hoe heet het, voor de meeste mensen geldt, dat zolang je leeft, kun je altijd kijken of je het nog net iets beter kunt maken. Precies dat. En ik ben inmiddels bij mezelf dan in ieder geval, heb ik geconcludeerd van, dat is inderdaad wel een pittige weg. Tot dusver geweest. Maar jeetje mina, wat heb ik veel cadeautjes. Weet je wel? Want ik zie dus altijd die cadeautjes in de shit. Dus ik denk dan, oh my god, ik heb echt extra veel levenslessen. Ik kan nu niet eens meer anders naar dingen kijken als dat er altijd denk, dit is dus echt heel, heel irritant. Maar wat kan ik ermee, weet je wel? Ja. Dus ik zie bijna alles als een uitdaging. Dat is ook misschien wel een beetje doorgeschoten dan. Maar aan de andere kant denk ik, weet je, het is wel, dat maakt mij wel van, heel krachtig. En het soort basisvertrouwen van, weet je, hoe heftige vuren. Maar ik heb al voor hetere gestaan. Deze is wel heet, maar niet zo heet als de vorige. Ja. En een soort het gevoel van, maar ik kan dat wel, die hete vuren. Dus, heel stom hoe ik dat dan zie, is van heel simpel, het blijft kunnen totdat het niet meer kan. Ja, precies. Zoiets. Dus ook alweer inademen en doorgaan. En wat het ook, want je had het over goud, hè? Wat is jouw goud? Weet je wat het goud wat natuurlijk ook heeft opgeleverd? Ik heb naast dat ik heel veel vervelende dingen mee heb gemaakt, heb ik ook heel veel leuke dingen meegemaakt. 8 jaar in het buitenland gewoond, in 3 landen, op 4 plekken, kinderen in het buitenland gekregen. Weet je, allemaal in het buitenland gewerkt, gestudeerd. En nog een heleboel andere, weet je, een heleboel andere dingen, gewoon leuke dingen meegemaakt. Maar alles bij elkaar, betekent ook, ik vind bijna niks meer gek. Nee. Dat is ook cool, toch? Dan zijn ze wel eens bang om iets te vertellen, denk ik. Weet je, ik vind gewoon, het is wat het is. Ik vind bijna niks meer gek. En wat ik ook echt een goud vind, is dat, dat ik zet inmiddels mijn ervaringen, mijn vervelende ervaringen met veiligheid, zet ik in mijn lezingen. En ik neem mensen mee in die beleving daarvan. En daarna ga ik met ze in gesprek over hun belevingen met onveiligheid. En hoe zij dan weer omgekomen zijn. En dat doe ik dan altijd al in het begin van zo'n sessie. En dat is echt, dat is goud. En iedere keer als ik dat weer mag doen, dat is echt tof. En of ik nou een groep heb van 5 mensen of van 350, dat maakt niet uit. Altijd gaan mensen, ik laat mensen één op één met elkaar in gesprek gaan erin, in een veilige setting. En dan vraag ik mensen of ze naar voren durven komen, iets willen delen. Niets moet daarin. Als niemand deelt, ook goed. Maar er zijn altijd wel een aantal mensen die dan hun verhaal delen. En wat zo'n inspiratie is voor anderen weer om net anders te gaan denken, of net iets meer aandacht te besteden, of net iets om de kans te vergroten om 's avonds weer gezond en wel thuis te komen. Dat vind ik heel mooi. Ja. En ook met dat schrijven voor Femke Fataal. Dat zijn best wel kwetsbare dingen, zeg maar. Het zijn best wel
ga daar best wel ver in delen van persoonlijke ervaringen. Maar als ik dan merk wat dat doet met mensen, dan denk ik, ja, dat is ook heel gaaf. Ja, soms moet je dan zelf even daardoor heen en dat verhaal delen om andere mensen de gelegenheid te geven om hun verhaal te delen. Dat is natuurlijk, dat is af en toe wel lastig, maar ja. Ja, nou ja, ik vind het niet meer heel lastig, maar ik vind het vooral heel mooi, omdat ik... soms is het lastig, maar ik ben er recent achter gekomen dat die man die mij dus aangevallen heeft, dat hij niet meer leeft. Dat is wel een opluchting, moet ik zeggen. Omdat er natuurlijk altijd ook wel een stukje was van, zou die ooit... Ja, dat is nu weg. Dus dat was ook wel een cadeautje eind vorig jaar. Dus niet voor zijn familie natuurlijk, uiteraard. Het blijft een mens, hè. Dus hij heeft natuurlijk ook kinderen, kleinkinderen, maar wat. Maar voor mij is het, en voor heel veel mensen om me heen is het een opluchting. Ja. Ja, dat kan ik wel begrijpen. Eigenlijk deel je al best wel veel levensinzicht. Is er nog een levensinzicht waarvan je zegt van, wil ik ook graag delen? Ik heb een paar van die... Je kunt altijd opnieuw beginnen. Zeker na die aanval, weet je wel, dat het gewoon helemaal stopt even. En dat ik gewoon echt niet wist van, ja, wat nu? Weet je, je kunt altijd opnieuw beginnen. Ik weet ook, dat is ook iets wat ik me heel erg... Ik hou heel erg van de natuur. En in de natuur gaat altijd alles door, hè. Ook nu. Nu zijn de bomen zijn kaal, bijvoorbeeld. Ik heb een hele mooie magnoliaboom in mijn tuin staan. En iedere week zijn die knoppen van de bloemen... Nou, die knoppen van de bloemen, die ontstaan al, zeg maar, in het afgelopen jaar. Dus die zijn al ontstaan. En iedere week worden ze een heel klein beetje groter, dikker. Heel minimaal. En dat vind ik al zo mooi om te zien. En ik weet ook zo goed dat toen ik in de eerste winter, of in de eerste herfst na die aanval in mijn tuin bezig was. En een riek in de grond zette en een plant omhoog, die wilde ik verplaatsen. En alles was dood van die plant. Maar wat ik toen zag, weet je, als je eronder haalt, die plant die wortels boven de grond haalt. Ik zag gewoon dat die wortels, die waren gewoon volop aan leven. Die waren gewoon echt, er zat vol leven in. Dan zag je gewoon dat ze... Ja, ik zag ze niet groeien, maar je zag gewoon dat er groei in zat. En dat deed me zo ontzettend goed. Dacht ik van, weet je, ook al zie je het niet altijd wat er gebeurt, wil niet zeggen dat er op dat moment dat er geen groei is, geen leven is. En, mooi. Ja, dat heeft mij ook enorm geïnspireerd om door te gaan, zeg maar. Want ik was op dat moment nog steeds behoorlijk onzichtbaar in de wereld. En ik ben dan wel zichtbaar, maar dat wil niet. Ja, dus het was een heel mooi moment. Ja. En je weet nooit waarom dingen zo gaan dan. Maar ja, weet je, je moet ook daar dan klaar voor zijn of zo. En als ik het zo hoor, ben je er nu al heel klaar voor. Dus dat is super nice. Ik hoop het. Ik doe wat ik denk dat goed is. En af en toe laat ik me daarin gewoon begeleiden. En dingen, wat ik zei, sommige dingen door anderen uitvoeren. Omdat ik daar gewoon echt de spreekwoordelijke twee linkerhanden voor heb. En ik hoef ook niet alles zelf meer te kunnen. Dus, dat sowieso niet, hè? Ik bedoel, wie denkt dat dat moet? Dus dat kan best wel, hè? Ik kom niet aan mijn woorden. ik zit even terug te denken over je verhaal. En ja, daar klinkt een enorme veerkracht uit. En ik vroeg me af, want ik ben daarna op zoek naar de definitie van veerkracht. Wat is dat voor jou? Ja, wat is de definitie van veerkracht? Toch wat we net ook al zeiden. Je kan steeds weer opstaan en een weg vinden. En soms, er zijn ook momenten geweest dat ik die helemaal niet zag. Hè? Toen Linda van der Giessen vermoord werd in Zevenbergen. Of ja, ze werd in Waalwijk vermoord, maar ze had zo'nzelfde soort stalkingsverhaal als ik. Alleen zij kan het dus niet navertellen.
toen heb ik een enorme terugslag gehad. Dat was 2 jaar na mijn eigen aanval. En ik weet wel dat ik op de bank zat en op een gegeven moment bedacht van... Oh, ik had echt een enorme dip. En ik dacht van, hoe moet ik nou in godsnaam weer in beweging komen? En du moment dat ik dat zei, dacht ik, beweging. Ik moet gaan bewegen. En het was slecht weer. Ik had een abonnement op de sportschool toen. Ik heb mijn sportspullen gepakt. En ben gewoon op de loopband daar gewoon gaan wandelen. En na een uur, toen was ik weer op gang. En dus dat, weet je wel. Ja, gewoon weer opstaan. Ja, zolang, en in beweging komen, beginnen lopen. In dat beweging komen, ook al weet je niet waarheen, gewoon beginnen lopen. Ik zeg dat altijd tegen mijn coachklanten ook altijd. Als je het niet meer weet, begin maar te lopen. Maakt niet uit waarheen. Je komt vanzelf halverwege wel achter. Oh ja, ik ga die kant op. Ja. Op een gegeven moment komt het wel. Ja. Dus, mooi. Dus dat. Oh, dus ook al lijkt het even helemaal ontzettend somber en dat je denkt van dit komt nooit meer goed. Als je dat zegt, dan komt het ook niet meer goed. Ik sprak laatst ook een kennis van mij en die zei... Die heeft begin vorig jaar COVID gehad, corona. En die is nog in herstel. Maar die zei van ja... Ik hoorde hem tegen iemand anders zeggen, ik ben ziek. En ja, soms dan ben ik een beetje, dan denk ik, ja, weet je, daar heb ik best wel moeite mee als iemand dat dan zegt. Dus ik zei, jij bent niet ziek. Zie, je bent in herstel. En dat verschil, weet je, op het moment dat je zegt, ik ben ziek, ja, dan zet je jezelf vast in een, dan verbind je je met, zodanig met je ziek zijn dat je er bijna niet uit kunt komen. Ja. Wat je ziekte, je identiteit. En dat is natuurlijk, ik geloof daar helemaal niet in. Ik heb een ziekte, dat is dan nog beter. Ja. Maar het is ook niet het antwoord. Ik vind het wel mooi, ik ben in herstel. Nee. Vind ik wel goed. Ja, dat is ook met mijn... Ik heb 2 verschillende armen. Dus en vroeger... Ja, ik heb geen handicap. Ik heb een handicap, maar ook weer niet. Weet je precies wat jij ook zegt, hè? Je hebt natuurlijk... Ja, je bent niet je handicap. Nee, ik ben niet mijn handicap. En soms kan ik dingen niet. Nou, dat klopt. Maar ik kan ook niet virtueel piano spelen. Ik bedoel, maakt me ook niet gehandicapt, toch? Dus. Nee, nou ja, om maar wat te noemen. Hè. Dus eigenlijk best wel niet om te bagatelliseren dat dingen niet heel zwaar voor je kunnen zijn. Maar ik vind dat altijd wel intrigerend. Dat ik dan denk, ja, weet je, ik ben gehandicapt. En denk ik, wow, het is nogal een ding. Terwijl als je zegt, ik heb een handicap. Of ik heb er is iets wat bij mij iets lastiger is. Dan voor iemand anders. Nou ja, ik bedoel, ja, toen ik mijn diagnose kreeg, super lang geleden, de dag zelf, zag ik iemand die had geen benen. Toen dacht ik, nou, dat is pas erg. Ja, en zo is er ook, zijn er ook 2 jongens die hebben geen benen en geen armen en die hebben alleen 1 zo'n fliepeltje en die zijn wereldberoemde inspirational speakers en dat denk ik en die zwemmen en die honkballen en die hebben 3 kinderen en kan allemaal gewoon. Maar goed, ja, weet je, het kan nog steeds wel lastig voor je zijn. Hè? Dus dat is ook de andere kant. Ja, en soms is het te groot, hè? Met name met mensen, als je echt trauma hebt meegemaakt. Er zijn ook mensen die daar gewoon die daar gewoon echt veel last van blijven houden. Kijk, ja, tuurlijk. Ik heb er af en toe ook nog, weet je wel, dat het even aangeraakt wordt. En dan, moet ik weer even wat werk doen daarvoor. En soms is het gewoon echt te groot voor iemand. En dan denk ik, dat het zou mooi zijn als dat het geval is, dat de mensen dan met heel veel liefde omringd worden en gewoon in een goede omgeving zitten enzovoorts, waar dit dan toch nog, zo goed mogelijk kan zijn, zeg maar. Dus dan hopelijk toch nog iedere keer een stukje heling, een stukje genezing daarin. Maar het blijft ingewikkeld en het is heel moeilijk om te vergelijken, hè? Toch? En heel simpel, niet alles is te fixen. Nee, niet alles. Ook al wil je het. En niet alles is af te kaderen, niet alles is te fixen. Nee, dat is gewoon wat het is. Dus dat is, en daar dan tussendoor manoeuvreren, zoiets.
Ik heb nog even nog één vraag, dat is ook meer op de inspiratie. Wat lees, kijk en luister jij op dit moment? Ja, ik ben natuurlijk zoveel met mijn hoofd bezig dat ik dan het liefste allerlei dingen doe die niet zoveel om mijn hoofd vragen. Ik heb Queer Eye ontdekt op Netflix. En 5 homo-mannen die andere mensen gaan helpen. En I love it. Ik vind het echt geweldig. De 7 zussen ben ik aan het lezen. Ik ben met deel 7 bezig op dit moment. Een beetje haat-liefde verhouding. Maar ik vind het toch wel gaaf om te lezen. En heerlijk om bij weg te zwijmelen en te denken. Slimste mens. Vind ik toch ook heel fijn. En dat. En verder wandel ik. Ja, ik wandel ook veel. En dan gewoon zonder oortjes. Gewoon wandelen. Ja. Gewoon natuurgeluiden hoort. Ja, natuurgeluiden. En ja, klopt. Ja. Dus, ook wel grappig inderdaad. Ik liep hier laatst door de buurt te wandelen en het wordt hier heel veel gebouwd. En ik loop normaal altijd met mijn noise cancelling headphones op, maar die waren stuk. Dus ik liep daar te wandelen en ik hoorde gewoon alle geluiden. Wat een herrie is het hier eigenlijk? Dat hoor ik normaal nooit. Ja. Ik vind het namelijk altijd een hele fijne wandeling, maar nu weet ik waarom. Oh ja, ja, ja. Nou, en dan met die, dat ik, kijk, ik ben natuurlijk veiligheidskundige. Dus ik zit natuurlijk helemaal in de veiligheid. En dan denk ik, als je zo van die noise cancelling of die oortjes of muziek te hard op, je hoort helemaal niet wat er in je omgeving gebeurt. Dus dat vind, ik zou dat zelf doodeng vinden, geloof ik. En, ja, ik loop nooit midden over straat hoor, no worries. Ik loop gewoon in het park, niks aan de hand. Ik kijk heel goed links en rechts. No. Maar dat is wel, ja, dat realiseer je dus ook, dat je dat dus dan extra moet doen. Want je hoort inderdaad echt niks. Je kan dat oplossen, technisch. Kijk, daar komt techniek weer om de hoek kijken. Omdat we als mensen gewoon niet perfect zijn. Je hebt van die bone conducting oortjes. Dat is een soort, dat drukt dan hier op. Op je, hoe heet dat ding? Het oorbeen. Ja, en dan geleidt het via je gehoorbeen naar je oor. En dan hoor je dus nog steeds alles wat er om je heen gebeurt. Oh, ja. Ja. Oké, okay, nou ja, goed. Ja, ik vind die noise cancelling juist zo lekker. Hey Annemarie, waar kunnen mensen jou vinden als ze meer over jou willen weten? Mijn bedrijf heet Camina. Dus camina.org. Maar deze maand ga ik wel over naar info@annemarietimmermans.nl. Dus het is eigenlijk gewoon heel, heel eenvoudig. Mijn naam en dan sowieso als je mij googelt, dan vind je van alles en nog wat over mij. Via LinkedIn natuurlijk. En je kan mijn boek vinden bij je managementboek. Geef veiligheid wortels. En natuurlijk straks ook in 10 stappen verbindend adviseren. Ik zou vooral googelen. Hey, dankjewel voor het gesprek, voor je inspiratie, voor het delen van mooie lessen en mooie verhalen. En best wel kwetsbare verhalen ook. Dus dankjewel voor je vertrouwen. Graag gedaan. Jij bedankt voor het vragen. You're so welcome. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Ciao! Dankjewel voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je willen connecten of meer informatie willen hebben, dan kan je me vinden op LinkedIn en op Instagram @katkolno, T2 aan het eind. Tot de volgende keer. Ciao.